Er viel ook nieuws te rapen op het Tussaarplein. Genk leent 4 spelers uit aan de Nederlandse tweede klasser MVV. Het gaat om Jordi Kroeks en Stef Peters, die in het verleden al regelmatig mochten meespelen. Ook Ofori en Alessandro trekken naar Maastricht. De rest van de ploeg deelt handtekeningen uit aan de supporters. En ook Jelle Vossen is er. De spits van Racing Genk lijkt zijn gemiste WK-selectie verteerd te hebben. We zitten hier nog wel een uurtje, denk ik. En daarna blijf ik sowieso hier ergens in Hasselt om de wedstrijd te volgen. Dus ik heb alvast een rode t-shirt aangetrokken. Dus we zullen wel zien. Dus we hopen dat ze een goed resultaat kunnen neerzetten. En dat is absoluut met een goed gevoel naar de volgende ronde kunnen.